Het directieteam van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is druk bezig een routemap uit te zetten voor het uitbetalen van de algemene kinderbijslag. Minister Oraikit Ramzaran zegt dat aan de hand van deze routemap een begin zal worden gemaakt met de werkelijke uitbetaling. Niet alleen de reguliere, welke geen achterstand hebben, maar ook dat we ervoor zorgen waarbij er achterstanden waren, dat we dat ook inhalen. Wanneer denkt u dat het uitbetalen van kinderbijslag van start gaat? Nou, aan de hand van het rapportage, aan de hand van die routemap, kunnen we dan eigenlijk bepalen van wanneer de betalingen kunnen geschieden. Heeft u misschien een beeld van welke? Dat moet ik even vernemen van de directieleden. Ramzaran zegt dat het ministerie ook eraan werkt om de overstap te maken van contanten naar girale betalingen. Deze nieuwe maatregel zal worden ingevoerd voor alle doelgroepen van het ministerie die ondersteuning ontvangen. De bedoeling is dat we willen gaan voor een duurzame oplossing en natuurlijk ook een veel efficiënter, effectiever manier van uitbetalingen van de verschillende uitkeringen. Maar zo ook richting de toekomst dat als een acute noodhulp geboden moet worden, dat via het giraal systeem dan hulp geboden kan worden. Also dat mensen hun geld al giraal ontvangen, dus op een rekening? Nou, zoals u weet hebben we momenteel al die moneykaarten. We hebben niet lang geleden het gesprek gehad, apart van de Vereniging van Bankiers, ook met de SPSB. Van ten aanzien van die moneykaarten en dat we wel ervoor willen zorgen dat er een upgrade versie moet zijn van die moneykaarten. Dat betekent dat in de toekomst wij willen hebben voor de samenleving, voor de verschillende doelgroepen die uitkeringen ontvangen, dat ze in de toekomst ook dat kunnen gebruiken om richting een kleine lening te gaan of richting sparen te gaan en niet dat ze alleen geld lichten daarmee. Dus we kijken naar de verschillende opties. Minister Ramzaran zegt dat er constant gewerkt wordt aan een duurzame en uniforme manier voor het uitbetalen van de ondersteuningsgelden.